De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. Eens kwamen de fariseeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen. En zagen dat sommigen van zijn leerlingen met onreine, dat wil zeggen ongewassen, handen aten. De fariseeën immers en al de joden eten niet zonder zich eerst de handen te hebben gewassen met een handvol water. Daar zij vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen. Komen ze van het markt, dan eten ze niet, voordat zij zich gereinigd hebben. Zo zijn er nog vele andere dingen waaraan ze bij overlevering vasthouden. Het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. Daarom stelden de fariseeën en de schriftgeleerden hem de vraag: waarom gedragen uw leerlingen zich niet volgens de overlevering van de voorvaderen, maar eten zij met onreine handen? Jezus antwoordde hen: hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofiteerd. Zo staat er geschreven: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Zij eren mij, maar zonder zin. En mensenwet is wat zij leren. Gij laat het gebod van God varen en houdt vast aan de overlevering van mensen. Kruiken en bekers afwassen en meer van dergelijke dingen doet gij. Daarop riep hij het volk weer bij zich en sprak tot hen: luistert allen naar mij en wilt verstaan. Niets kan de mens bezoedelen wat van buitenaf in hem komt. Maar wat uit de mens komt, dat bezoedelt de mens. Want uit het binnenste, uit het hart van de mensen, komen boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, godlastering, trots, lichtzinnigheid. Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens. Woord van de Heer, wij danken God. Het woord van God geeft ons een licht vandaag om te begrijpen: waar ligt eigenlijk het probleem van het kwade van de mens? Het probleem ligt niet in de buitenkant, maar in het binnenste. Jezus geeft ons onderscheidingsvermogen om te weten dat niet het gedrag van buiten is wat de mens doet, rein of onrein. Het probleem staat in het hart. Als men een hart heeft die ziek is, zal alle ziekte in al zijn gedrag zich tonen. Terwijl als je hart rein is, gezond, dan zal ook daden, jouw gedrag zal ook van vol liefde, vol vrede, voor goedgezindheid. En Jezus dat wil laten leren aan de mensen. De Joden gaven het belang aan de dingen van buiten, wat men kan zien, maar eigenlijk om te vermijden dat de mens niet zich laat bezoedelen, ja, onrein worden. Men moet zich wel de handen afwassen, maar dat maakt de mens niet onrein als je dat niet doet. Jezus geeft een verschil tussen het onreine van lichamelijk en het onrein zijn
in het hart, geestelijk, wat echt een oorlog kan veroorzaken, is de onreinheid van het hart. Als je boos wordt in je hart, kan je ook naar buiten deze boosheid laten tevoorschijn brengen. En dan, dat kan je ook besmetten aan andere mensen. En als die onreinheid komt tot alle mensen, dan komt een oorlog. Jezus wil ons vermijden dat wij vallen in een valstrik. Jezus geeft ons deze wijsheid om te weten als je kan je gedachten stoppen voordat ze een misdaad wordt, dan heb je het kwaad gestopt. Als je een slechte gedachte hebt van bedrog of afgunst of trots, met de hulp van God, als je erkent je zwakheid en laat je door God helpen, dan zal je deze onreinheid niet al jezelf onrein maken. Jezus is heel hard tegen de huichelarij. En het probleem is dat wij vele dingen doen in het buitenkant die laat blijken alsof alles rein is in je binnenste, maar gebeurt het tegenovergestelde. Je hart is vol vuilnis, vol slechte gedachten, slechte intenties, slechte zin. En dan, ook als je alles laat blijken alsof het goed is, wordt alles besmet. Je straalt ook niet de vreugde en de vrede die God laat aan jou laat het stralen. Daarom moeten wij ook al deze huichelarij verbannen van ons, ver van ons brengen. Jezus wil ons echt eerlijk maken. Laat je hart genezen door Jezus. Zet Jezus in het midden van je hart en dan zal al deze dingen die kunnen jou bezoedelen, uit jezelf brengen. Al je boze gedachten, al je ontucht of diefstal, moorden, echtbruik, hebzucht, al deze dingen zal je van jou wegbrengen. En dan zal je echt rein zijn. Een nieuwe hart en een nieuwe geest die Jezus wil jou vandaag geven.